Hallo iedereen, super tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe FeeTime video. Als je nieuw bent op mijn kanaal, mijn naam is Fien, ik ben 22 jaar en ik post elke zondagavond om 20 uur een nieuwe video op mijn kanaal. In de video van vandaag zal ik Netflix, series en films met jullie delen om jullie wat inspiratie te geven als je toevallig nog op zoek bent naar een nieuwe film of serie om te kijken. We zitten nu ook nog altijd in die pandemie, dus iedereen heeft wel tijd om zo'n serie of films te bingen. Dus daarom dacht ik, deze video is misschien ideaal voor jullie om wat inspiratie te geven. Op het einde van de video zal ik ook nog een aantal tips geven om de juiste Netflix films of series te vinden. Ik heb op mijn gsm een lijstje met al mijn series en films die ik aan jullie ga aanraden. Dus laten we maar direct aan beginnen. Dus de eerste serie is eigenlijk mijn lievelingsserie van aller tijden. Dat is Jane the Virgin. En ik heb die serie wel al een tijd geleden uitgekeken. Maar dat was echt mijn lievelingsserie. Nog altijd is wel een serie die ik opnieuw zou willen kijken. Normaal heb ik dat nooit echt met series of films dat ik die nog eens zou willen kijken. Omdat je toch wel weet waar het gebeurt. Maar omdat ik dat zo een goede serie vond, zou ik die zeker opnieuw bekijken. En als iemand mij vraagt welke serie raad je mij aan, dan is dat altijd de eerste wat ik zeg. Jane the Virgin. Ik was ook beginnen kijken, dus al een tijd geleden, toen ik zelf nog geen Netflix had. Dus dat was op die illegale websites en zo. Maar dan toen ik Netflix had, dat was denk ik seizoen 3. En daar heb ik dan daarop gekeken. En uiteindelijk zijn er 5 seizoenen van gekomen. Voor mij zal er nog seizoenen mogen komen. Ik vond dat echt zo'n leuke serie. Maar normaal, als een serie zoveel seizoenen heeft, dat ik echt niet zo graag. Als ik al weet dat er 6 seizoenen zijn. Omdat je het dan snel saai gaat vinden. En eigenlijk vind ik het leuker om even te wachten op een nieuw seizoen. Want anders kan het wel snel saai worden of zo'n beetje langdradig. En dus dat ik ook bij Jane the Virgin dat ik wel moest wachten op een nieuw seizoen. Maar dat is dus echt mijn nummer 1 serie die ik zou aanraden. De volgende serie is Behind Her Eyes. Dat heb ik onlangs uitgekeken. Dat was wel een rare serie omdat het zo heel psychologisch is. Het zijn maar 6 afleveringen en dus maar 1 seizoen. Het zijn wel afleveringen van 3 kwartier. En op het einde was ik er wel echt van, wow, dat ik ga het wel een beetje zien aankomen. Maar er waren zo 3 plot twists eigenlijk. Waarvan 2 laatste plot twists die had ik niet zien aankomen. Dus eigenlijk ben ik blij dat ik die serie heb uitgekeken. Omdat het na een tijd ook zo bleef duren. Omdat zo'n aflevering wel echt lang duurt. En nu weet je dan uiteindelijk hoe het is geëindigd. Maar dat is dus meer zo psychologisch en ook wel zo'n beetje spannend meer. De serie die ik op dit moment aan het kijken ben, is The Bold Type. Er zijn maar 3 seizoenen en denk 8 afleveringen of 10 of zo. Maar dat is wel zo een typische meisjesserie, waar 3 vriendinnen die werken voor een magazine, Scarlett. En dan gebeuren er zo'n aantal dingen. Maar dat is wel zo'n serie, als je even 5 minuten niet aan het kijken bent, kun je nog altijd volgen. Dus dat is zo wel een chille serie om te kijken. Niet zo dat je de hele tijd geconcentreerd moet zijn, omdat je anders iets gaat missen. Maar wel echt een typische meisjesserie. Mijn volgende aanrader is een film, A Dog's Way Home. Dat gaat dus eigenlijk over een hond die de hele tijd zijn weg terug naar huis zoekt. En dan onderweg komt hij een andere hond tegen en zo. Dat is wel echt heel mooi en ook een beetje emotioneel. De volgende film is een typische 5TV film. Ik heb die ook al vaak op 5TV gezien, maar die staat ook op Netflix. Dat is What a Girl Wants. En dat gaat dus over een meisje die op zoek is naar haar vader. En uiteindelijk blijkt hij zo'n bekende man te zijn. En dan leert zij die kennen en gebeurt er ook van alles. Maar dat is wel een typische 5TV Vitaya film. Dus een iets meer familiefilm is Instant Family. Is een hele mooie film. Het gaat dus over 3 kinderen die geadopteerd worden door een familie. De oudste dochter die wil eigenlijk meer contact terug met haar eigen moeder. Maar haar eigen moeder is niet in staat om hun op te voeden. Uiteindelijk bouwen ze dan wel echt een goede band op samen. En dat is wel een mooie film. En ja, ook een beetje emotioneel eigenlijk. Dan een andere serie die ik al een tijdje geleden heb gezien is Good Girl. Daar zijn 3 seizoenen van. En dat gaat dus over 3 vrouwen die eigenlijk in contact komen met heel het geld. Ze moeten witwassen. En dan, maar eigenlijk heb die allemaal een eigen gezin. Maar dan moeten ze dat doen zonder dat die dat te weten komt. Dat is ook wel grappig. Goed, seizoen 3 wil nog kijken daarvan. Nog een andere serie dat ook wat meer familie is, is One Day at a Time. Het gaat dus ook over een familie die zo de typische tienersproblemen tegenkomen. Dat is een meisje en een jongen. Ze hebben de moeder en de oma. En de vader die komt zo niet veel in beeld. Het is dus een Cubaanse-Amerikaanse familie. De dochter op haar 15 jaar moet die zo'n soort feest dat zo typisch Cubaans is. Maar dan wil ze dat niet. En zo zijn er eigenlijk die typische
tienersproblemen. Maar dat is ook wel echt grappig met die oma en die moeder. De volgende serie is de Vlaamse serie Undercover met Tom Baas. Dus hij is een undercover politie en dan samen met een andere agenten gaan ze op een camping en doen ze eigenlijk alsof ze daar ook gewoon konden wonen, maar het is eerder om iemand in het oog te houden, om die te kunnen controleren. Maar die hebben dat dan zo wat door. Daar komt nu een derde seizoen van, denk ik. Maar op Netflix staat alleen seizoen 1 normaal gezien. Emily in Paris, dat is ook een hele trending serie. Iedereen heeft die wel, denk ik, bijna gezien. Maar als je die nog niet hebt gezien, zeker een hit om te kijken. Ik vond het vooral leuk, ja, omdat hij in Parijs was, om dat zo te zien dat zij haar leven daar leidde. Maar ik vond het ook leuk omdat zij een soort bezig was met marketing, sociale media. In dat bedrijf dat zij werkte. En ik vind dat ook altijd interessant om te zien. Omdat dat ook iets is waar ik waarschijnlijk in ga gaan werken. Alleen dat wil ik toch doen. Dus dan vind ik dat ook altijd leuk om daar wat meer over te weten. Hoe dat dan net in elkaar zit en zo. De laatste film die ik heb gezien op Netflix is Thunder Force. En dat is gewoon zo grappig omdat dat met Melissa McCartney is. Die is echt een grappige actrice. En ook gewoon de film zit nog wel grappig in elkaar. De Hookup Plan. Eigenlijk is dat een Franse serie. Ja, dat gaat dus eigenlijk over drie vriendinnen. En eentje daarvan heeft nooit echt een relatie gehad. Want dan haar ex die gaat ineens trouwen. Maar dan haar vriendinnen die richten zo'n soort blind date op. Maar hij is daar wel van op de hoogte dat, dat, gewoon, dat haar vriendinnen dat doen zodat zij haar goed zou voelen. Maar dan is ze dat doorgekwetst en bla bla bla. Dus ik denk dat nog niet zoveel mensen die dat hebben gezien. Zelf had ik er ook nog niet van gehoord. Maar ik vond het wel leuk en ook goede muziek dat daarin werd gebruikt. Dan een Nederlandse film die ik heb gekeken is Huisvrouwen bestaan niet. Dat gaat dus over een moeder die door haar werk heeft ze nooit tijd eigenlijk voor haar kinderen of bijvoorbeeld op school om te komen voorlezen of zo. Of neemt zelf tijd om haar kind af te zetten en andere moeders die hobbelen daar dan eigenlijk over. En dan stopt ze met haar werk om meer een echte moeder en zo te worden. Nog twee series die ook wel redelijk populair zijn en nog tamelijk nieuw zijn. Lupin, daar heb ik ook al over gesproken, denk ik, in mijn video van favoriete producten van de maand in januari. En dat is dus ook een Franse serie. Dat is een limited serie, maar normaal komt er wel dus het tweede deel binnenkort, denk ik, in de zomer of zo. Maar ook zeker een aanrader. Een andere serie die ook nog wel trending is op het moment is Ginny en Georgia. Dus het is een serie van een moeder en haar dochter. En er is ook nog een zoontje, maar die komt minder in beeld. En eigenlijk verhuizen ze altijd als die moeder een probleem heeft. Maar dat meisje is zo 15 of zo. En zij moet daar altijd aanpassen aan een nieuwe middelbare school en zo. En dan komen altijd conflicten tussen hun twee. Het is een beetje typisch, maar ook niet zo typisch. Omdat er ook wel dingen gebeuren dat je niet zo zou verwachten van zo'n tienerserie. Nog een serie is Friends from College. Dat zijn allemaal vrienden die dus vroeger samen op dezelfde school zaten. En die komen dan terug samen en die doen zo allerlei dingen eigenlijk. Het is ook wel een serie waar je gewoon zo naar kunt kijken. Elke aflevering gebeurt er iets. Maar niet dat je zoveel mist als je even niet kijkt ofzo. De volgende serie is Trinket. En dat gaat over een meisje die eigenlijk de dood van haar moeder aan het verwerken is. En omdat hij haar zo slecht in haar vel voelt, haar oplossing is om te gaan stelen. En dan moet ze zo naar een praatgroep en daar ontmoet ze twee vriendinnen. Maar eigenlijk doen die hetzelfde, dus hebben ze een slechte invloed op elkaar. En zo is het een soort competitie tussen hun. Wie het meeste kan stelen of met de meeste waarde. Maar dat natuurlijk slechte gevolgen en het meisje zelf heeft het ook altijd moeilijk om de dood van haar moeder te verwerken. En zo gebeuren er nog allemaal dingen. De laatste serie die ik nog zou aanraden is Fuller House. Dat is eigenlijk de nieuwe versie van Full House. Dat was een serie die vroeger denk ik op tv kwam. Nu is dat dan, die dat toen kinderen waren, zijn nu moeders. En dan heb ik nog twee films die ik zou aanraden. Game Night is een eerdere comediefilm. Dus dat gaat over allemaal koppels die samenkomen om een spelletjesavond te houden. Maar dan zijn er mensen die inbreken. Maar dan denken ze dat dat bij dat spel hoort. Maar uiteindelijk komen ze dan zo in zo'n slechte omgeving terecht. En er gebeurt er ook van alles. Wel grappig en ook een beetje spannend. Maar vooral eigenlijk comedie. De laatste film die ik zou aanraden is Love Guaranteed. Dat is eigenlijk een film over een vrouw die in een advocatenkantoor werkt. Maar ze heeft zoveel zaken aangenomen dat ze eigenlijk nog iemand een nieuwe collega nodig heeft. En dan neemt ze iemand aan, Nick. En die wil eigenlijk een datingsite aanklagen.
maar dan moeten ze eigenlijk die site dan uittesten en zo. En dan komen ze zo in een zaak terecht, waardoor heel veel media daarop toekijkt. En dan krijgen ze natuurlijk ook gevoelens voor elkaar. Zo'n typische 5TV-film, al wel eens leuk. Als je niet weet wat kijken, vind ik dat altijd wel top. Zo van die 5TV-films, je moet daar niet veel bij nadenken en je weet eigenlijk al hoe dat gaat eindigen. Dus dat waren mijn Netflix aanraders van films en series. Hopelijk zijn jullie daar iets mee. En hopelijk zijn er ook films en series tussen die jullie zelf nog niet hebben gekeken. Waarvan je denkt, ja, die wil ik wel echt eens gaan kijken nu in deze pandemie. Ik heb toch tijd om dat te doen. Mijn tips toch om leuke films te vinden. Er is ook zo'n groep op Facebook, dat noemt Netflix Recommendations. Ik zal anders de link hieronder zetten. Mensen plaatsen er al berichten in van, ik heb deze film gezien, wat vinden jullie daarvan? Ik vind dat echt een super toffe film. Of ik heb al deze films en series gezien, waar raden jullie nog aan in deze genre? En veel mensen reageren daar dan wel op en zo krijg je ook zelf nieuwe ideeën. Of als ik een film zie en ik weet niet hoe of ik dat leuk ga vinden, dan ga ik nu gewoon met de zoekfunctie en dan kan ik die film intikken of serie intikken. En dan kijk ik naar of daar veel reacties van zijn. Soms zeggen mensen ook, oh nee, dat is echt overrated of vind die echt niet goed, ja, dan ga ik dat ook niet kijken. Maar zo leer je ook soms nieuwe films en series kennen, zo niet de typische Netflix originals. Wat ik ook vaak naar kijk als ik echt zo'n goede serie of film heb, dan ga ik zo naar de optie bij Netflix More Like This of Meer Van Dit. Dan zijn daar series en films zo in hetzelfde genre en dan zet ik die meestal allemaal op mijn lijstje. En waar ik ook naar kijk is de optie Coming Soon. Ik weet niet of dat in Nederlands staat, maar Netflix staat ook in het Engels. Zo krijg je ook meer films. Dan zijn ze wel niet altijd met Nederlands ondertiteling, maar soms is dat op zich wel te doen om daar gewoon naar te luisteren in het Engels, als dat niet zo moeilijk is. Dan zijn er dus ook wel meer films en series. Dus bij Coming Soon ga ik ook altijd eens kijken. Dan zie je dus die films die online gaan komen. Er staat ook altijd bij wanneer dat die komt. En je ziet dan al een korte trailer. Dus daar kijk ik dan ook eigenlijk naar om zo een nieuwe idee te krijgen. Of nieuwe films of series te vinden op Netflix. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Vergeet zeker geen duimpje te geven. En je mag ook altijd abonneren op mijn kanaal. Dat zou heel lief zijn. Ik post dus elke zondagavond om 20 uur een nieuwe video op mijn kanaal. Je kan ook altijd het belletje aanklikken, zodat je zeker een melding krijgt van wanneer een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jullie graag terug te zien in mijn nieuwe video volgende week. Dag!